Dit is een foto van Barbara Tarbox. Zij was eigenlijk een model, een queen, wanneer ze 14, 15 jaar oud was. Is beginnen roken en voordat ze 42 jaar oud was, is ze gestorven. Zoals de meeste kankerpatiënten, zoals Hans het al gezegd heeft, is zij niet gestorven van de primaire tumor in haar longen, maar wel van de metastase, van de uitzaaiingen. Dit filmpje toont u dit soort proces van de uitzaaiingen, maar in de huid. Dus hier zien we die kankercellen, die beginnen lokaal te prolifereren. Uiteindelijk gaan zij zeer dicht dan bij de bloedvaten terechtkomen en gaan zij ook in die bloedvaten invaderen. En uiteindelijk gaan zij uitzaaien en zoals u dat ziet gaan zij naar bijvoorbeeld de longen of de lever. En dat is wat werkelijk meer dan 95% van onze kankerpatiënten doodt. Bloedvaten en lymfevaten zijn daar natuurlijk essentieel voor. Want in het begin gaat de tumor bloedvatvorming stimuleren om voedsel aan te trekken, zuurstof, suikers en andere producten. Maar daarna gaat de tumor juist andersom beginnen doen en gaat hij gebruik maken van die bloedvaten om te ontsnappen. En dat zie je hier. Dus zij gaan in de bloedvaat, ze gaan naar een ander orgaan, bijvoorbeeld de long of de lever, en gaan daar beginnen groeien en beginnen uit te zaaien. En dat is wat inderdaad onze kankerpatiënten doodt. Vandaar ook dat bloedvaten eigenlijk een goede target zijn om geneesmiddelen tegen te ontwikkelen. Een tweede probleem is dat de kanker eigenlijk een vijand is met enorm veel verschillende gezichten. Hier ziet u het fameuze overviewsartikel van Weinberg en Hanhan met wat we noemen de hallmarks of cancer. U ziet dat de kankercellen veel te veel groeien. Ze hebben mechanismen om te ontsnappen aan celdood. Ze zijn DNA-genetisch instabiel. Ze hebben ook een heel ander metabolisme. Ik ga daar straks nog over spreken. Ze kunnen ontsnappen aan het immuunsysteem. En zoals ook duidelijk gaat zijn, ze hebben dus meer angiogenese. Maar dat maakt het ook zo moeilijk en een grote uitdaging eigenlijk om onze kankerpatiënten te behandelen. Laten we een voorbeeld nemen, Hans heeft erover gesproken, voor een darmkankercel, waarbij er dus verschillende DNA-mutaties zijn die uiteindelijk gaan leiden tot een tumorformatie. Wat dat we nu proberen te doen, of de wetenschappers nu proberen te doen, is eigenlijk om de driver-mutaties, dat zijn die mutaties die verantwoordelijk zijn voor het kankerproces, voor de maligniteit, van die te identificeren en dan te blokkeren. Hier ziet u bijvoorbeeld een voorbeeld van een kankerpatiënt met een huidziekte, met melanoma. Al die knobbeltjes, dat zijn eigenlijk de metastases, zijn de uitzaaiingen. In die kankerpatiënt zijn er dan BRAF-mutaties ontdekt. Men heeft dan daartegen een inhibitor ontwikkeld. En inderdaad, na enkele maanden was deze patiënt zo goed als kankervrij. Dat dachten we tenminste, want wanneer je nog maar enkele weken later kijkt, dan is de ziekte helemaal teruggekomen. En dat is dus een probleem. De kanker is eigenlijk enorm slim. Er zijn verschillende mutaties. Sommige kankercellen hebben maar één mutatie, maar andere hebben er duizenden. En dus wanneer je één mutatie of één driver pathway gaat inhiberen, gaat de kanker eigenlijk automatisch andere escape routes zoeken. Daarboven is het ook zo dat er een enorme heterogeniteit is tussen de verschillende kankercellen. Kanker is niet één ziekte, het is een ziekte van verschillende, zelfs soms tientallen honderden verschillende kankerceltypes. En dat maakt het juist zo moeilijk om kanker te behandelen, want een kanker evolueert altijd. Je behandelt hem en gaat een uitweg zoeken. Je behandelt hem daartegen en hij blijft een uitweg zoeken. En dat is het probleem. Probleem drie is dat historisch gezien een kanker eigenlijk dikwijls bekeken werd als gewoon een zak vol getransformeerde kankercellen. Maar we weten nu hoe belangrijk eigenlijk het stroma is en dat eigenlijk een kanker een soort orgaan is, een mini-orgaan, waar dat er bloedvaten belangrijk een rol spelen bij het aanvoeren van zuurstof en van suikers en groeifactoren. Maar waar dat we ook de immuuncellen hebben, dat zijn de cellen die voor ons afweersysteem belangrijk zijn, daar ga ik ook nog op terugkomen. Evenals ook nog steunweefselcellen, fibroblasten, die ook een heel belangrijke rol kunnen spelen bij de progressie van de kanker. In feite is het zo dat al die verschillende stromale celtypen die ik juist heb opgenoemd, een heel belangrijke invloed kunnen hebben op al die, wat ik daarnet noemde, hallmarks van kanker. En in ons labo zijn wij meer geïnteresseerd in de endotheelcellen en de pericyten. Dat zijn eigenlijk de cellen die de bloedvaten vormen. En ik ga dus nu wat meer uitleg geven over bloedvaten en hoe belangrijk zij kunnen zijn voor het leven, maar zeker ook voor de dood. En in dit geval dan kanker.
Nu, wat zijn eigenlijk bloedvatten? Wanneer zijn ze ontwikkeld in de evolutie en wat is eigenlijk hun functie? Wel, de essentiële functie van elk bloedvat is om zuurstof en andere suikers en nutriënten toe te voeren naar alle organen. En elke cel heeft zuurstof nodig. Vandaar ook het belang van bloedvaten voor de geneeskunde. Wanneer zijn die bloedvaten eigenlijk ontwikkeld in de evolutie? En kunnen we daar iets over leren? Wel, hier ziet u eigenlijk een platworm. En u zult zien dat die platworm geen bloedvaten heeft. En de reden is heel eenvoudig, omdat die zo dun is dat zuurstof gewoon naar binnen kan diffunderen. Maar dat is natuurlijk heel anders bij een mens of een groot dier, waar dan natuurlijk zuurstof opgenomen wordt door de longen, maar dan moet getransporteerd worden naar alle andere cellen. Hier ziet u bijvoorbeeld het bloedvatennetwerk van de hersenen, een van de meest gevasculariseerde organen in ons lichaam. En wanneer je al die bloedvaten in een volwassen mens achter elkaar zou leggen, dan zou je een afstand van meer dan 160.000 kilometer lang overbruggen, wat dat 4 keer de omtrek is van de aarde. En het zijn de endotheelcellen die eigenlijk het lumen van de bloedvaten afleiden. En ons lichaam heeft er 6×10²³ van die cellen. Dat is meer dan 1 miljard keer 1 miljard. Dat is enorm veel. Het is een orgaan dat heel groot is. Het weegt meer dan 1,5 kilo, meer dan uw hart. En het is groter dan een Olympisch swimmingpool. En normaal, bij ieder van ons, zijn die bloedvaten in rust. Maar wanneer er een ziekte optreedt, en zeker kanker, kunnen die zeer rap, zelfs binnen enkele minuten tot uren, beginnen groeien. Nu, historisch gezien, wie was eigenlijk het eerste die zo die bloedvaten heeft opgemerkt? Wel, hier zie je een kippenembryo. Dit is het hoofd, dit is het lichaam. En dat zijn allemaal bloedvaten. En als je daar naar kijkt, dan is het toch zoals Aristoteles het eigenlijk geschreven heeft. Het bloedvatennetwerk is zoals een irrigatienetwerk in een tuin. Ze vertrekken vanuit één bron en dan vertakken ze zich allemaal in kleinere en kleinere vertakkingen, zodat uiteindelijk alle hoeken van de tuin water krijgen. Nu, het was eigenlijk Leonardo da Vinci die voor het eerst heeft opgemerkt dat die bloedvaten konden groeien. Zoals hier in de long van een soldaat die verwond was. Maar nu weten we dat bloedvaten bijdragen tot meer dan 70 verschillende ziekten. En die ziekten kunnen te wijten zijn aan een tekort aan bloedvaten. En dan spreken we bijvoorbeeld over de ischemische ziekte, zoals bij het hart of bij de hersenen. Maar anderzijds dat een excess aan bloedvaten en angiogenese ook kunnen aanleiding geven tot heel wat andere ziekten, zoals bijvoorbeeld blindheid, kanker en alle soorten ontstekingsziekten. Laat ons eerst eens kijken hoe dat eigenlijk normale bloedvaten vormen. Hier zie je dus de endotheelcellen in rood. Dat zijn de cellen die dus de binnenkant van het bloedvat afleiden. En dat noemen we de pericyten. Dat zijn een soort steuncellen die stabiliteit geven aan het bloedvat. Wanneer er dan een zuurstoftekort is in deze hoek hier, dan gaan al die bubbeltjes dat je ziet rondfloten eigenlijk, dat zijn moleculen die bloedvatvorming gaan stimuleren. En wat gebeurt er dan? Een van die cellen aan de voorfront van het bloedvat, die krijgen tipcelactiviteiten met allemaal van die lange filopodia. En achteraan zijn er dan cellen, we noemen die stalkcellen, en die gaan dan delen en die gaan dan de spruit verlengen. Uiteindelijk gaan die twee tipcellen van naburige bloedvaten met elkaar fusioneren en dan zie je dat de endotheelcellen een heel belangrijke verandering ondergaan. Ze worden nu rood, ze worden dus meer stil en quiescent. Ze worden ook meer stabiel, omdat er nu meer van die steuncellen rondkomen. En dat is allemaal heel belangrijk voor het bloedvat om functioneel te worden, om eigenlijk doorbloed te worden met de zuurstof. En er zijn nu eigenlijk 40 jaar lang onderzoek in het laboratorium heeft aangetoond dat er één belangrijke groeifactor, wij noemen die de vasculaire endotheliale groeifactor of VEGF, dat die eigenlijk de belangrijkste is van angiogenese. En wat een tumor doet, is eigenlijk ervoor zorgen dat die angiogenese switch optreedt. En dat is door VEGF aan te maken. Zoals Hans u heeft laten zien, in het begin zijn die tumoren heel klein. Kunnen we die eigenlijk nog alleen met macroscopisch zien. Maar één keer dat die groter wordt dan 1 kubieke millimeter, dan moeten die beginnen bloedvaten aan te stimuleren om dan zuurstof en suikers aan te voeren. En dan krijg je dus
een enorme angiogene switch, zoals we dat noemen. En er zijn nu al meer dan 57.000 publicaties over VEGF alleen die allemaal aantonen hoe belangrijk dat dit eiwit voor angiogenese is in kanker. En vandaar dus ook het concept om kanker te behandelen en tumorangiogenese te behandelen door VEGF te blokkeren. Dus het concept is heel simpel. De extra angiogenese, doordat er nu zoveel VEGF is aangemaakt door de kankercellen, dat gaan we trachten te blokkeren, zodanig dat de tumor eigenlijk uithongert, omdat hij nu geen bloedvaten meer krijgt en daar ook geen suikers en geen zuurstof meer. Er zijn honderden duizenden patiënten al behandeld met anti-VEGF en het heeft een heel grote revenue, zoals je kan zien, maar er zijn ook serieuze uitdagingen met deze therapie. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat we onmogelijk kleine kinderen kunnen behandelen, omdat VEGF en de VEGF-gestimuleerde angiogenese ook zo belangrijk is voor de normale groei. Dus daarom zijn wij gaan kijken naar een andere molecule, een soort zustermolecule van VEGF, en we noemen dat PLGF. En dat blijkt essentieel te zijn voor angiogenese, maar alleen maar in de ziekte, niet in een normale gezonde toestand. En dat maakt het juist zo attractief voor anti-angiogene therapie. En we hebben dus samen met een collega uit Harvard kunnen aantonen dat eigenlijk PLGF belangrijk is voor de vorming van een bepaalde kanker in de hersenen. En we noemen dat medulloblastoma. Dat is een van de meest frequente hersentumoren in kleine kinderen, die zo goed als onbehandelbaar is, zonder neveneffecten. En dus wij zijn nu de anti-PLGF-antilichamen aan het testen bij deze patiënten, waarbij dat eigenlijk dus normaal gezien dit gele ding is eigenlijk PLGF en dat bindt op zijn receptor en dat gaat dan de angiogenese stimuleren. En wat we trachten te voorkomen is dat PLGF bindt op zijn receptor op de bloedvaten en daardoor dan kunnen we ook angiogenese remmen en hopelijk ook de tumor kunnen doen inkrimpen. Er is een ander probleem met deze aanpak van angiogenese remmen. En dat zie je hier. Hier kijken we naar de progression-free survival. Dat is een soort parameter van hoe lang dat je dat de kanker niet terugkomt wanneer je hem behandelt, met bijvoorbeeld hier het antilichaam tegen VEGF. En wat je ziet inderdaad is dat er een verlenging is. Dat is goed nieuws. Maar het probleem is als je kijkt naar de overall survival, dat wil zeggen hoe lang dat eigenlijk in een patiënt leeft, dan zie je absoluut geen verschil. En dat is geen goed nieuws. En we weten nu dat dat eigenlijk te wijten is aan het feit dat die kankercellen intrinsiek refractair zijn ofwel resistent worden. En er zijn verschillende redenen waarom dat kankercellen resistent kunnen worden tegen anti-VEGF-therapie. Eén daarvan is bijvoorbeeld omdat er andere soort bloedvaten gevormd worden of omdat er andere angiogene factoren aangemaakt worden die dan de rol van VEGF overnemen. Of omdat er meer van die steuncellen rond de bloedvaten komen. Of dat er andere cellen uit het beenmerg aangetrokken worden die enorm pro-angiogeen zijn. In feite, zonder in detail op verder in te gaan, zijn er 6 verschillende typen van vorming van bloedvaten. En het is de anti-VEGF-therapie werkt eigenlijk alleen maar efficiënt tegen deze eerste type, wat we noemen de spruiting-angiogenese. En dat kan dus ook verklaren waarom dat anti-VEGF-therapie uiteindelijk niet meer werkt, omdat tal van andere vormingen van bloedvaten eigenlijk kunnen overnemen. En wij dachten op dat moment, en dat is nu zo'n 6-7 jaar geleden, dat het eigenlijk tijd was om dit fundamenteel langs een andere kant te bekijken. En wij zijn gaan werken op endotheelcelmetabolisme. De reden waarom cellen endotheelcellen resistent of kankersresistent kunnen worden tegen VEGF-therapie, is hier op deze dia uitgelegd. Dit is een endotheelcel, die stimuleert met VEGF en je krijgt angiogenese. Wanneer je dan VEGF blokkeert, dan blokkeer je ook angiogenese. Dat dachten wij dat het zo simpel was, maar het is nu gebleken dat bij patiënten dat die kankercellen andere typen van angiogene factoren kunnen maken die uiteindelijk terug angiogenese gaan aanwakkeren. Je kan VEGF blokkeren, je kan FGF blokkeren, je kan PLGF blokkeren en nog vele andere, tientallen andere angiogene factoren. Buiten het feit dat dat praktisch onmogelijk is om zo te doen,
bestaat er altijd het risico dat de kanker altijd nieuwe angiogene factoren gaat vrijzetten. Dus wij dachten dat we dat fundamenteel anders moesten kunnen aanpakken. En daarom zijn we gaan kijken naar het metabolisme, omdat wij dachten dat dat eigenlijk de motor was, het hart, waarmee dat de endothelcel eigenlijk beantwoordde op die groeifactoren VEGF, FGF en andere. En dus het idee, het concept was, laat ons eerder de motor stilleggen dan de bestuurders. En om dat nu echt zeer plastisch visueel uit te leggen of te tonen, hier hebben we dus de bestuurder, dat is dan de VEGF of de angiogene signalen, en dat is dan de auto met zijn motor en dat is dan de endothelcel. Wanneer de bestuurder aanwezig is en de auto heeft een motor, gaat die natuurlijk kunnen rijden. Wanneer dat je de bestuurder wegneemt, dan gaat die auto niet meer kunnen rijden, tenzij je natuurlijk een andere bestuurder vindt. En dat is exact wat gebeurt bij de behandeling van anti-VEGF. VEGF is weg, maar er komt een andere angiogene factor. Het nieuwe concept dat wij nu verder onderzoeken, is, wel, laat ons de motor zelf van die auto wegnemen of blokkeren. En dat is wat metabolisme is, en dat leg ik u direct uit. En dan doet het er niet toe hoeveel van de bestuurders er nog zijn. Dus het is een soort nieuw paradigma voor anti-angiogene therapie, waarbij we eigenlijk weggaan van de targeted therapie, waar we maar één molecule, VEGF, gaan blokkeren, maar dat we ervoor gaan zorgen dat we eigenlijk globaal de endothelcellen gaan paralyseren. Nu laten we terugkomen op metabolisme. Wat is eigenlijk metabolisme? Metabolisme is een ingewikkeld proces, maar eigenlijk, eenvoudig uitgelegd, is het de omzetting van voedsel, suikers, vetten en eiwitten via een proces van katabolisme naar ofwel energie ofwel naar bouwstenen. Bouwstenen die dan via een proces van anabolisme teruggebruikt worden voor de productie van macromoleculen zoals DNA, eiwitten, etc. Nu, wij zijn geïnteresseerd geraakt in glycolyse. Dat is een Grieks woord voor glucoslysis. En dat wil eigenlijk zeggen splitting sweet, dus suikers delen. En dat is er ook wat chemisch gebeurd. En dus dit is de scheikundige structuur van glucose, van de suiker. En wat er gebeurt in het proces van glycolyse, is eigenlijk die in twee delen splitsen en daarbij komt dan energie ATP vrij. Nu, dat terzijde. Belangrijk voor deze presentatie is om te weten dat de cellen van de bloedvaten enorm addicted zijn aan glycolyse. Dus ze hebben zeer hoge waarden van glycolyse. En dat verklaart ook wanneer dat je hier kijkt naar de bloedvaten in het netvlies van een gezonde muis. Wanneer dat je dat doet waarbij dat dan de glycolyse verminderd is, dan door die knock-out-technologie die Hans heeft uitgelegd, dan zie je inderdaad dat er serieuze vasculaire defecten zijn. Ook wanneer dat je kijkt naar zebravissen, dan, we gebruiken die dieren omdat we dan ook live kunnen volgen hoe de bloedvaten vormen, dan zie je hier dat de bloedvaten gradueel eigenlijk zich vormen en ze zenden allemaal van die kleine, wat we noemen die finger-like filopodia uit, zoals ze dat filmpje met de tipcel aantoonden. Maar wanneer dat je gebruik van de suikers dan blokkeert in die zebravissen met een chemische blokker, dan zie je dat dat proces bemoeilijkt is en ook veel trager verloopt en uiteindelijk faalt. Dus dit is de endothelcel en de tipcel. Ze nemen veel grote hoeveelheden glucose en suikers op. Ze maken daarmee dan energie. Maar dat gebeurt er, dat is wat de toestand is van een endothelcel in rust. Maar wanneer zij begint te groeien en te delen, dan gaat er eigenlijk een glycolyse ook gebeuren in de tipcel om dan meer sneller te kunnen bewegen. Wanneer dat je dan de stalkcel meer glycolyse gaat doen induceren via genetische trucken, ga je, zoals je daarnet gezien hebt, gaat die stalkcel overnemen en gaat dan de tipcel eigenlijk verder groeien. En wanneer dat je dat proces van glycolyse inhibeert, gaat de vesselvorming ook geïnhibeerd geraken. Nu zijn daar enige therapeutische implicaties van. Wel, er bestaat een ziekte, en we noemen die age-related macular degeneration, AMD. En bij patiënten, die zijn eigenlijk de meest frequente oorzaak van blindheid, dan gaan die dergelijke gezichtsverlies lijden. En dat heeft te maken met het feit dat achteraan in het netvlies van ons oog dat daar een wildgroei gaat gebeuren van bloedvaten.
En wat dat wij nu in muizen konden aantonen, is dat wanneer dat we het suikermetabolisme van die bloedvaten lam leggen, dat eigenlijk die extra groei van bloedvaten kon geïnhibeerd worden. En we zijn nu verder aan het nakijken of dat dit ook nuttig kan zijn bij patiënten. Tumorcellen of tumorbloedvaten zijn structureel en functioneel zeer abnormaal. Je ziet hier dat ze enorm groot zijn. Soms zijn ze zeer klein, ze zijn tortueus. Op bepaalde plaatsen is er gewoon, zijn er geen bloedvaten. Moest ik u de bloedflow laten zien, dan zou het bloed langs één kant zo verlopen, zou het stoppen en dan helemaal omdraaien. En dat gebeurt allemaal binnen een kwestie van enkele minuten. Dus dat leidt allemaal tot een hypoperfusie, dus door een verminderde doorbloeding. En dat leidt tot een tekort aan zuurstof en suikers en andere nutriënten. En dat creëert eigenlijk een soort micro-environment, een milieu voor die kankercellen, wat eigenlijk zeer vijandig is. Er is een tekort aan suiker, tekort aan zuurstof, en die kankercellen gaan dus elders hun geluk opzoeken. En dat is juist wat we noemen met het proces van metastase. Dus juist omdat er zo een verkeerde milieu gecreëerd wordt, gaan die kankercellen elders suikers en zuurstof opzoeken. Dat verklaart waarom er dus meer metastase is en waarom ook, omdat de perfusie zo slecht is, waarom ook de chemotherapie zo slecht bij de kankercellen geraakt. Om dit nog even te stresseren, hier zie je de binnenkant van een bloedvat. Dit zijn allemaal individuele endotheelcellen. Maar wat vooral opvalt is hoe glad eigenlijk het endotheel is en dat is ideaal voor een goede perfusie. Bij een kankerbloedvat zie je het volgende. Dit zijn de kankercellen, dit zijn de endotheelcellen van het tumorbloedvat. En je ziet dat helemaal anders en abnormaal is. Die cellen die kruipen over elkaar, die migreren te veel, die stoppen het lumen totaal op. En u zal mij gelijk geven dat dit inderdaad de perfusie zal bemoeilijken en verminderen. Wanneer dat we dat op een doorsnede zien, dan bij een normaal gezond bloedvat, is dat het endotheel en zijn dat teuncellen, die pericyten waar ik over gesproken heb. Maar bij een tumorbloedvat zijn die endotheelcellen zeer abnormaal, ze verlaten hun plaats en je ziet ook dat die steuncellen weggaan en dat maakt allemaal dat de tumorbloedvaten zo abnormaal zijn, gemakkelijk kunnen bloeden. Maar wat ook belangrijk is nu, is dat er gaten zijn in het bloedvatwand, waardoor dan de kankercellen eigenlijk kunnen infiltreren en ontsnappen en metastaseren. En dat zie je hier op dit filmpje. Hier hebben we dus de kankercellen. Typisch is dat zij enorme hoeveelheden van die WGF en andere angiogene factoren gaan aanmaken. En wat je ziet is dat het bloedvatwand eigenlijk zeer abnormaal is. Er zijn enorm veel, te veel van deze typcellen. Er zijn te veel sprouts en vasculaire nieuwe bloedvaten. Maar wat vooral belangrijk is, is dat de bloedvatwand zelf zeer fragiel is en vol gaten en lekt. Er zijn geen steuncellen rond, er zijn heel weinig van deze, die gaan allemaal weg. Je ziet ook dat er geen steunweefsel rond is. En daardoor kunnen rode bloedcellen ontsnappen in de kanker zelf. Maar wat nog veel erger is, is nu dat de kankercellen ook kunnen ontsnappen door deze gaten in de bloedvaten en dan kunnen uitzaaien naar andere organen. En dit brengt ons eigenlijk op een soort een belangrijk dilemma in het domein van anti-angiogenese voor kankerbehandeling. Volgens de klassieke traditionele methode proberen we de bloedvaten te verwijderen. Proberen we de bloedvaten doen af te sterven. Maar voor de redenen die ik net heb aangehaald, ga je hierdoor ook natuurlijk de perfusie vermijden. En omdat je dan nog meer de suikers en het bloedvat wegneemt, gaat het milieu nog vijandiger worden en gaat eigenlijk de kanker meer maligne worden, meer invasief, meer metastase en ze gaan ook slechter kunnen beantwoorden aan chemotherapie. Daartegenover staat er eigenlijk een totaal ander paradigma en dat is een proces van vesselnormalisatie, waarbij we de bloedvaten trachten te helen en ze gezonder te maken, totaal counterintuitive, en we trachten eigenlijk de perfusie te vermeerderen. Zodanig dat er nu meer suikers en zuurstof zijn en de kankercellen geen nood meer aan hebben om nog verder te ontsnappen en uit te zaaien. En dat verklaart waarom met dergelijk proces de kankercellen eigenlijk meer benign worden. Ze zijn beter afgebakend en ze metastaseren less. En nu geraakt ook onze chemotherapie eigenlijk beter bij de kankercellen.
En we zijn dus ook gaan afvragen of dat de blokkade van het suikermetabolisme van endotheelcellen in de dosis geven. En wanneer dat we een hoge dosis geven, dan zien we eigenlijk totaal tegenovergestelde effecten. Ik wil dat er tussendoor even bij zeggen, omdat het aantoont hoe belangrijk het is van eigenlijk de juiste dosis te gebruiken van onze kankermedicijnen. En tot nu toe, zoals Hans het ook zei, worden die meestal gegeven aan de maximaal tolereerbare dosis, wat soms problematisch is. Dit filmpje toont aan het concept van tumorbloedvatnormalisatie. Hier zie je dan dat de bloedvaten nog steeds zich vormen, ze vormen nieuwe sprouts, maar je ziet eigenlijk dat deze endotheelcellen nu veel rustiger zijn. Ze zijn wat we in het vakjargon noemen meer quiescent. Er zijn ook de juncties zijn veel hechter. Ze vormen een hechtere fysische barrière. Er zijn ook meer van die steuncellen, dus ze zijn meer stabiel, ze zijn meer matuur en ze zijn daardoor ook meer geperfuseerd. De kankercellen in een onbehandelde muis kunnen gemakkelijk ontsnappen. Dat kunnen ze niet wanneer deze bloedvaten eigenlijk meer genormaliseerd zijn. En daarboven, omdat de perfusie verbeterd is, kan ook de chemotherapie beter tot aan de kankercellen geraken nu. En dat verklaart waarom dat chemotherapie bij een dergelijke therapie dikwijls beter werkt. Dus, wanneer een endotheelcel begint te groeien en nieuwe bloedvaten vormt, gaat het extra glycolyse aanmaken. Wanneer dat we dat nu blokkeren met een bepaalde chemische blokker, dan gaat die glycolyse dalen en gaat het suikermetabolisme dalen en gaat de endotheelcel meer rustig worden en gaan er minder bloedvaten gevormd worden. Ik wil eindigen met toch nog even iets te zeggen over een ander type cel dat ook in de kanker zit, maar in de stroma. En dat zijn de immuuncellen. Dat zijn de cellen die belangrijk zijn voor ons afweer. En het is eigenlijk recent duidelijk geworden dat dat werkelijk een breakthrough is. Dus hier hebben we de kankercellen. En die worden aangevallen door cellen van het immuunsysteem. En zoals je gaat zien, gaan die dan individuele kankercellen één voor één dooddoen. Je ziet dat er verschillende typen van immuuncellen zijn die allemaal samenwerken in zeer complexe moleculaire interacties. Dus dat zou ons veel te ver leiden om dat allemaal uit te leggen. Nu, hier zien we dan op een grotere vergroting eigenlijk een van die cytotoxische immuuncellen. En je zal zien dat die een bepaalde receptor heeft die belangrijk is om dan de tumorcel te kunnen herkennen. En wanneer dat gebeurt, wanneer er contact is en een herkenning is, dan gaat die cytotoxische T-cel eigenlijk die kankercel infunderen met toxische substanties en daardoor gaat de kankercel dan uiteindelijk afsterven. Nu, kankercellen zijn slim, want zij gaan proberen zich af te schermen tegen deze cytotoxische immuuncellen. En zij doen dat door bepaalde eiwitten te exprimeren. Hier dat rode eiwit, en dat is, we noemen dat het PD-L1. En dat bindt op een bepaalde PD-1-receptor bij de immuuncel. En wanneer dat deze interactie plaatsvindt, dan gaat eigenlijk die immuuncel de kankercel niet meer kunnen herkennen als vreemd. En dus de kankercel kan zich eigenlijk dus volledig afschermen van de afweer, van het afweersysteem dat wij allemaal hebben. Waarin bestaat nu de nieuwe therapie? Dat is om een antilichaam te geven dat deze interactie, wat we noemen de immune checkpoint, eigenlijk inhibeert. Zodanig dat nu de kankercel wel herkend wordt, effectief herkend wordt door de T-cellen en daar dan de T-cel, die immuuncel, ook zijn werk kan doen en de kankercel kan doden. Dus in een normale omstandigheid gaat de tumorcel ervoor zorgen en proberen om zichzelf te isoleren, zodanig dat die niet erkend kan worden door het immuunafweersysteem. Met deze nieuwe therapie gaan we juist dat immuuncheckpoint onderbreken, zodanig dat nu de immuuncel actief wordt en de kankercel kan herkennen en dan ook doden. Het probleem is dat dit bij een deel van de patiënten goed werkt en eigenlijk tot soms zelfs overleving geeft van 10 tot 15 jaar, maar dat dat alleen maar werkt wanneer dat de immuuncellen werkelijk ook in de kankers geraken en zijn.
En daar is juist het probleem. En hier kan het proces van tumor vessel normalization, dus van de normalisatie van de tumorbloedvaten, eigenlijk de accessibiliteit van de immuuncellen naar de kankers verbeteren, omdat de bloedvaten nu ook beter werken. Het is niet alleen zuurstof en suikers dat dan ook beter tot bij de kankercellen geraken, maar ook de immuuncellen van ons afweersysteem. Dus wanneer dat de bloedvaten abnormaal zijn, gaan er weinig van die immuuncellen in de kankercellen aanwezig zijn, is er ook weinig zuurstof aanwezig, wat eigenlijk ervoor zorgt dat deze immuuncellen hun werk niet goed kunnen doen. Wanneer dat de bloedvaten nu normaliseren, gaan we meer immuuncellen naar de tumorcel kunnen brengen. En omdat er nu ook meer zuurstof is, gaan die immuuncellen nu ook beter hun werk kunnen doen. Bestaat er een leven zonder kanker in de toekomst? Wel, het antwoord daarop moeten we u schuldig blijven. Zoals Hans zei, we begrijpen het al veel beter. We hebben een enorme vooruitgang gemaakt in de manier waarop dat we de kankers kunnen behandelen, waarop de behandelingen kunnen testen, zoals Hans heeft ook uitgelegd. Ik heb u enkele voorbeelden gegeven van angiogenese, ook van immunotherapie en van metabolisme, hoe dat we dat kunnen aanpakken en hoe dat we langs verschillende kanten eigenlijk de kankercellen kunnen aanvallen. Dus waarschijnlijk is het nuttig om verschillende pathways die hier afgebeeld staan tegelijkertijd aan te pakken. Een belangrijk punt is ook dat in de toekomst aandacht moet gegeven worden aan de dosering van bepaalde medicamenten. Soms is het beter van minder te geven. Less is more. Dat het concept van angiogenese aan het veranderen is. Misschien moeten we niet onze bloedvaten doen afsterven, maar moeten we ze eerder doen genezen en een betere perfusie eerder dan de perfusie te verslechten. En misschien is het ook nuttig om eerder dan de targeted therapie, zoals ik u in het begin heb getoond met die melanomepatiënt met de BRAF-inhibitor, om daarvan af te stappen en eerder aandacht te geven aan globale behandelingen die de kankercel eigenlijk in globo doen afsterven. Ik dank u voor uw aandacht.